met dit programma zijn we gekomen aan het einde van de schooltelevisieuitzending van vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer met 5 programma's. We beginnen om 9:00 met het programma Herfst, Herfst. Om 9:55 Praatpret. Om 10:00 het Tel- en Taalverhaal. Om 11:00 het Bos. En tenslotte om 11:30 het programma Hier en Nu voor de scholen. Dat was het voor vandaag. Allemaal nog een prettige dag toegewenst en tot een volgende keer. Dag. De hele breedte van het vel stond daar in de kop: comité nooit meer oorlog. Dat er oorlog was, dat wist ik, zo oud als ik toen was. Wat vader voor of in dat comité deed, herinner ik mij niet. Dat hij een overtuigd socialist was, dat wist ik ook. En in mijn bewustzijn toen al hing dat met elkaar samen: socialisme en nooit meer oorlog. En sinds die avond, nu bijna 70 jaar geleden, staat dit gebod nooit meer oorlog, deze imperatief, onuitwisbaar in mijn geheugen en in mijn geweten. Een leidraad die je als kind eens en voorgoed meekrijgt voor je hele verdere leven. Hoe kom ik daar nu bij om dat te vertellen? Omdat ik onlangs met mijn broer, die nog een paar jaar ouder is dan ik, op zoek was naar onze vroegste kinderherinneringen. En hoe die je leven kunnen beïnvloeden. En daar kwamen we weer toe, omdat ik hem vertelde hoe geboeid ik ben door de beroemde 12-delige romanserie van de Franse schrijver Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, op zoek naar de verloren tijd. Verloren tijd. Hoe bedoelt Proust dat? Wat gaat verloren uit je leven en wat niet, wat nooit? Verloren zijn, voor Proust, de tijden die nooit meer terugkomen, het paradijs van je kinderjaren, bedoelt hij in eerste instantie. Dat paradijs dat je ooit hebt moeten verlaten, omdat je er onherroepelijk uitgegroeid bent. Hij beleeft dat als een heel pijnlijk verlies. Hoe is dat ons vergaan, vroegen wij ons af, mijn broer en ik. En toen begon ik ineens te vertellen van die winteravond. Begin 1917 en die hartekreet nooit meer oorlog die mij sindsdien altijd is blijven begeleiden. En we zeiden ook, er mogen dan tijden zijn die nooit meer terugkomen, nou en, jammer, maar er zijn veel meer tijden die nooit meer mogen, nooit meer moeten terugkomen. En toen waren we ineens helemaal niet meer bij onze vroegste kinderherinneringen, maar midden in het hier en nu in Zuid-Afrika onder andere. Ik denk dat dat ook het verschil is tussen waarover echte bourgeois, gezeten burgers, zoals dat zo kenmerkend heet, zich plegen te beklagen dat het nooit meer wordt zoals vroeger, alles wordt minder, en zij die blijven hopen op en vechten voor verandering, vooruitgang, betere tijden. Het geluk, het heil, ligt niet achter ons, maar voor ons. Nooit meer oorlog, die oproep, in mijn vroege kinderjaren ooit gehoord, blijft je wakker houden, blijft je aandacht richten op de toekomst. Ik heb dan ook nooit het ongelukkige gevoel gehad dat ik, zei ik tegen mijn broer,
dat ik een paradijs ben uitgezet. Maar ik heb veel meer de beleving dat de hele aarde voor je open ligt om haar te bewerken, om er een leefbaar geheel van te maken. Mijn broer en ik herkenden dit bij elkaar. Herkent u dit ook? Noem het idealisme, noem het utopisme. Maar in ieder geval, daarover waren wij het eens, zijn onze herinneringen niet allereerst zoektochten naar verloren paradijzen, maar veel meer het speuren naar bronnen voor blijvende inspiratie om aan de toekomst te bouwen. Ik denk dat ik dat van huis uit heb meegekregen, van ouders die uitgestapt zijn uit de gezeten burgerij waarbinnen zij opgroeiden, om te kiezen voor het socialisme. En dat wordt dan in jezelf voor het eerst wakker geroepen op een winteravond op de knie van je vader, die schrijft op briefpapier van het comité Nooit meer oorlog. Ik zal Proust geboeid blijven lezen. Maar voor mijzelf gaat het niet zozeer om het zoeken naar verloren tijd, dan wel om dat wat je uit het verleden telkens weer hervindt aan inspiratie om hoopvol verder te leven. Dat was het deze morgen. Tot over 14 dagen. Na Klaas van Gelder is hier tot besluit oud en nieuwsgierig van en door Thomas Rapp. Japan eist niet alleen de oudste mens ter wereld voor zich op, een onlangs 120 jaar geworden man. Het zegt dat 1740 burgers de 100 jaar gepasseerd zijn. Vrouwen maken 79% van de eeuwelingen uit. Hun aantal 100-plussers is 11 maal zo hoog als in 1963, toen de ouderdomsvoorzieningen sterk werden verbeterd. Ik vraag mij af of het dan toch gezond is om met zoveel mensen zo bovenop elkaar te leven, terwijl ik toch in Japan ook dikwijls vele mensen zie met een kapje tegen luchtverontreiniging voor hun mond. Een bericht uit de Nederlandse Staatscourant, wat een mens al niet leest. Wil men het toekomstige beslag op de algemene middelen door de groeiende groep bejaarden in goede banen leiden, onder andere door het zelfstandig wonen te bevorderen, nota bejaardenbeleid 1975, en daartoe productinnovatie, innovatienota 1979, mede op bejaarden af te stemmen, dan dient er nog heel veel te gebeuren. Nu gebeurt er op genoemde gebieden weinig of niets. Ook op vele andere terreinen verdient de groep bejaarden meer aandacht. Dit concludeert de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Consumentenaangelegenheden, de SWOCA, na een onderzoek dat is verricht op initiatief van de directeur-generaal voor het wetenschapsbeleid. Het rapport Innovatie voor bejaarden, vernieuwing verouderd, vraagteken, is verkrijgbaar bij genoemde SWOCA, Koningin Emma Kade 192, 2518, JP Johannes Pieter, Den Haag. De prijs van het rapport bedraagt 20 gulden, exclusief portokosten. In Gochem, de jeugdpagina van het Parool, wordt gefilosofeerd over de mogelijkheid om wat boefjes wordt genoemd, bedoeld worden alternatief gestrafte jongeren, in bejaardenhuizen te werk te stellen. Het blijkt dat de ouderen daar zelf in het algemeen weinig moeite mee hebben, maar bij de directies zijn er nogal wat bedenkingen. Over het algemeen wil men wat meer achtergrondinformatie hebben over de betreffende jongeren. Iemand die bij een gering conflict direct zijn handen los heeft, heb ik liever niet, zegt een directeur van een bejaardentehuis, maar een tasjesdief, daar heb ik niet zoveel bezwaar tegen. In het tehuis De Gooier werken al 2 jaar alternatief gestraften, waar directeur Kolen goede ervaringen mee heeft. Zijn criterium is de ernst van het vergrijp of misdaad. Iemand die iets minder ergs heeft gedaan, zegt hij, ach, laat die maar komen. Zo zijn er een heleboel meningen, maar de totale uitslag, en daar kan ik het zeker mee eens zijn, is dat men de jeugdige, alternatief gestrafte graag een kans wil geven.